Maar het is dus wel heel grappig dat jij dan ook vanochtend dat mailtje hebt gevonden. Ja, dat is toch apart? Even kijken. Ja, ik zocht op jou en ik kon je niet zo snel vinden. Ja. En toen ging ik dit maar intypen en toen kwam ik er niet op. Ja. Want ik zat daar vanochtend onder de douche even aan te denken. Want eigenlijk, de hele reden waarom... Nou ja, niet de reden, maar jij was wel mijn eerste aanraking met, zeg maar, The Law of Attraction. Ik was ja, toen, bijzonder. Ja, in 2016 of 17 was... Nee, 17. Was nogal een heftige periode. En nou ja, zoals het altijd gaat, heb je geen idee hoe je ergens komt. Maar ik kwam toen... Ja, dat is toch guidance? Ja, toch? Ja. Met een interview volgens mij met Aniek. Ja. Over de moodboards maken. En toen zei je, zeg, Law of Attraction. En toen ben ik Abraham Hicks gaan vinden. En toen is eigenlijk alles gaan rollen. Toen is je wereld opengegaan. Ja. Toen ben je Cursus in Wonderen gaan lezen. Ja. En... Toen heb ik dus volgens mij meteen ook jou een soort mailtje gestuurd van. Ja, ik heb net gevonden. Ik schaam me een beetje ervoor. Maar ik vind het heel leuk en bijzonder dat ik dan zeg maar de aanleiding ben geweest tot eigenlijk wat je nu allemaal doet. Ja, zeker. Toch? En dat is ook uiteindelijk wat ik nog steeds doe en wat mijn missie is en wat jouw missie volgens mij ook is. Ja. Dat je mensen helpt om datgene te vinden wat ze beter verder brengt. En, meer bij en soms hoeft het echt maar één videootje te zijn of één ding wat je zegt. En dat kan dan zoiets in gang zetten. Want zo ben ik dan ook weer... bij jouw interview gekomen met Lou. Ja. En Lou is later ook een goede vriendin van mij geworden. Dus alles wat ik toen de tijd zo'n soort van op mijn manifestatielijstje had, als dan weer terug deed, ja, alleen Denzel Washington. Die kwam niet langs. Die is er nog niet, maar dat komt. Die komt nog wel. Die komt zelfs een film opnemen. Ja, precies hier. Ja. Maar het is wel heel mooi, vind ik, hoe alles zo echt getimed is. Want we hadden in volgens mij september of oktober contact. Dat we dit zouden gaan doen samen. Ik heb het niet op mijn lip. En toen zou mijn boek ook uitkomen. Ja. En dat boek, dat kwam wel. Maar was steeds beschadigd en was iets mee. En dat van ons, dat werd ook steeds uitverplaatst. Ja. Dus ik had het eigenlijk al helemaal losgelaten. En toen precies, twee weken terug of zo, ontving ik een mailtje van jou. Toen had ik ook meteen de datum doorgekregen dat mijn boek doorkwam. Dat ik dit is echt... Dat is dan wel grappig dat ik met deze datum ben gekomen, toch? Ja, dat is echt jouw voorstel. Dat dan moet het ook echt die datum zijn. Ja. Maar het boek zou dus pas morgen binnenkomen. En toen dacht ik wel in mijn hoofd, het zou wel leuk zijn als het een dagje eerder zou zijn dat er al is als ik met Sunny dat interview heb. En toen kwam het dus gisteren binnen. Dus het is wel... Ja, te gek. Nou, gefeliciteerd. Ja, wat heerlijk. Ja. En waar heb je nou al die boeken liggen dan? In de woonkamer. Oké, leuk. De hele woonkamer. Beetje Dagobert Duck gevoel. Kun je leuk aan een fotoshoot doen met je eigen boek? Toch? Ja. Moet je wel doen hoor. Ja, en ik heb dus nog een hele lange beschadigde boeken. Ja. Daar zou ik een soort van kamer mee kunnen vullen met al die behangen. Ja. Best leuk toch? Wij hebben in ons vorige huis hadden we één hele wand behangen met boekpapier. Oh ja, dat maar dan wel van die mooie vergeelde van oude boeken. Ja. En wel een heel leuk boek. Of de hele gang was het. Oh ja. En dan moet je wel, we hadden twee boeken nodig. Dus we moeten bijbestellen om dan. Het is wel leuk. Ja, is echt heel inspirerend. Ja. Maar sinds die tijd is er. Want toen had jij nog geen kinderen. Nee, Jorg. Jawel, ik heb Jorg al heel lang. Heel lang. Jorg, mijn man, we zijn nu bijna, of tenminste, nog dit jaar, vier jaar zijn we getrouwd. Nee, 2016 zijn we getrouwd, toch? Oh, ja. En we zijn 8 jaar samen. Ja. 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 En 2 kindjes verder. Ja, mijn leven is wel echt totaal veranderd. Ja. Ik besefte me vorige week, of was het dit weekend, besefte ik me wel dat ik soms de oude Sunny kan missen. Wat is dan de oude Sunny? Nou ja, ik ben nog steeds dezelfde Sunny. Mm. Alleen het gevoel, zeg maar, in de tijd en de quality time met mezelf, dat mis ik. En dat is waar heel veel inspiratie vandaan komt. Ja. En het is nu, ik moet nu echt vechten om mijn meditatietijd erin te krijgen. Ja. En om die inspiratietijd te krijgen. Ja. Want dat is uiteindelijk, voelt als mijn echte werk. Zeg maar, gaan zitten, beschikbaar maken en ontvangen. Ja. Dat is mijn werk. En mijn werk is niet deadlines halen en wel content creëren natuurlijk, maar niet e-mails afwerken. Nee. Dat voelt als minder belangrijk. Daarom haal ik ook heel veel deadlines niet. Of reageer ik niet altijd op e-mails. Want ik vind dat gewoon echt minder belangrijk. Ja. Maar ja, ik moet daar wel... Nu met 2 kinderen moet ik daar wel voor vechten. Ja. 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 Dat is wel grappig. Want dat is precies hoe ik... ik zei het laatst ook tegen een klant van mij. Van, stel als je een priester bent of zo. Dan is je werk ook gewoon zorgen dat je de meeste input hebt voor je zondagmis, zeg maar. Ja. Zo zie ik dat voor ons eigenlijk. Je moet gewoon input hebben. Als je geen input hebt, als je niet inderdaad... kan voeden, dan heb je eigenlijk al niet zoveel te delen. Nee, dat klopt. En ik moet wel zeggen dat ik soms echt even het lijntje heb afgesneden van oké, ik moet even helemaal met mezelf. Ja. En ik ben niet bezig met de hele tijd doorvertalen, want dat is wel heel erg een knop die erop zit bij mij. Continu alles wat gebeurt,
hoe kan ik dit doorvertalen naar mensen? Hoe kan ik mensen hiermee helpen? Maar eigenlijk is dat niet de goede beweging. Nee. Dus ja, ik merk dat ik steeds vaker even een week of soms 2 weken of een maand. En na een maand, dat gebeurt nooit. Maar even echt een tijd niet post. Ja. Of niet geen vlog upload en zo. Ja. En dat voelt goed. Want ik wil wel alles wat ik deel moet wel echt bijdragen. En niet alleen maar posten om het posten. Omdat ik maar omdat mensen op me zitten te wachten. Ja. En gelukkig weten mijn volgers dat ook wel. Maar heb je dat jezelf geleerd? Want dat is wel iets wat ik om me heen in ieder geval hoor dat mensen dat heel erg lastig vinden. Zeg maar niet dat je voelt dat er een soort druk is dat je moet gaan posten. En dat je dan toch vindt, ja, het is de tijd niet. Nou, het is een beetje allebei. Dus in het begin heb ik helemaal geen moeite mee met de mensen. Ik denk dat het voor mij ook anders is, want mijn volgers die weten ook hoe het werkt. En die kennen mij, die weten ook dat ik druk ben of dat ik moe ben of whatever. Ja. Maar hoe langer ik niet heb gepost, hoe moeilijker het wordt om nog steeds niks te posten. Ja, dat heb ik wel. Ja. Ik denk, ik moet nou toch wel weer wat van me laten horen. Dat is natuurlijk gewoon mijn egootje. Ja. Maar soms deel ik wel gewoon even, jongens, ik ben er even niet, want. Ja. Klaar. En dan heb ik weer adem. Ja. Ja. Dus ik kan er wel best wel goed mee omgaan eigenlijk. Ja. Maar ik ben gelukkig, want daarom doe ik ook wat ik doe. Ik ben zo'n erg deler. Ja. Dat het mijn tweede natuur is. Ja. Eigenlijk, ik maakte al video. Ik heb gewoon allemaal jarenlang vlogs. Ja. Ik maakte al vlogs toen ik 16 was en met mijn vriendin op vakantie ging. Oh, toen heb ik alles al gefilmd. Snap je? Dus mensen zeggen wel eens van, vind je het niet vermoeiend dat je altijd maar moet delen of die camera moet zetten? Nou, nee, want het is zo automatisch. Ik denk altijd, dit moet ik filmen. En ik baal dan als ik geen camera heb. Ja. Soms film ik gewoon met andermans telefoon of zo. Dus dat scheelt wel heel erg in wat ik doe. Dat is denk ik wat ik heel erg heb, wat jij net zei van de podcast. Ik moet dan gewoon die telefoon aanzetten en iets opnemen. En jij hebt gewoon met broer erbij eigenlijk. Ja, ik heb vooral het laten zien. Dus als ik vooral mooie plekken of ook eigenlijk wel mindere momenten. Dan denk ik toch ook van, soms dan voelt het even gek om dan een camera erbij te pakken. Maar dan denk ik, ik moet het ook laten zien. Want het is niet realistisch om alleen maar de goede happy momenten te delen. Maar ik heb dan vaak niet zoveel te zeggen als het niet zo goed met me gaat. Dus dan maak ik maar gewoon een sfeer spot. Oh, ja. Maar ja, dat denken in beelden, dat is wel echt mijn ding. En word je dan ook relaxer, zeg maar? Of helpt het dan weer om een beetje in hoge energie te komen als je dat doet? Ja, ik kom daar vaak wel door in een flow. Maar dat is dan meer, niet zozeer als ik thuis. Nou, soms ook als ik begin te praten, dan is het bijna een soort therapie. Ja. Soms knip ik daar gewoon hele bla bla uit. En denk, dit gaat nergens over. Wat ben ik hier aan het wegzweven? Dat is echt puur voor mezelf. Ja. Maar als ik ergens ben, of bijvoorbeeld op vakantie of op een event of dingen, dan zit ik er helemaal in. Dan ben ik helemaal een verhaal aan het maken. Dat vind ik heel leuk. Ja. Ja. Wat betekent spiritualiteit voor jou? Ik pak even mijn thee erbij. Dat is natuurlijk een woord wat van alles is. Wat betekent het voor mij? Nou, het eerste waar ik aan moet denken is toch gewoon energie en het niet zichtbare. Hetgeen wat we niet kunnen zien, dat er wel is. Dat is voor mij spiritualiteit. En ik zie mezelf wel echt als een spiritueel mens. Maar aan de andere kant, ik denk dat we allemaal spirituele mensen zijn. Maar niet iedereen is er zoveel mee bezig. Of niet iedereen is er zich van bewust dat alles energie is. En wanneer kwam het bij jou dat je daar meer bewust van werd? Dat is een lastige. Even denken hoor. Het is al heel jong als kind had ik al wel dat ik bijvoorbeeld stemmen hoorde in mijn hoofd. En dat kon ik echt niet plaatsen. En toen zei ik altijd tegen mijn moeder, mama, ik hoorde het stemmen. En zij wist het ook niet. En het waren ook boze stemmen soms. Dus ik heb daar jaren mee rondgelopen en niet weten wat ik ermee moest. En op een gegeven moment ben ik naar die stemmen gaan luisteren en met ze gaan praten. En toen gingen ze wat meer naar de achtergrond. Daar begon het een beetje. Toen ik ben gaan acteren, ging het ook al heel veel over energie. Ik heb me wel vaak afgevraagd, waarom ben ik eigenlijk gaan acteren? Want dat was altijd mijn grote passie. Ja. Wat zat daarachter? Want ik had altijd een hele grote haat-liefdeverhouding met dat vak. Omdat dat hele erge beroemd stuk, dat was helemaal niet mijn ding. Dus ik deed bijvoorbeeld heel vaak audities. En dan was ik net tussen mij en een andere vrouw of meisje voor de hoofdrol. En dan werd ik het niet, omdat ik het niet diep, echt niet. Nou, wilde weet ik niet. Ik wilde misschien wel, maar ik geloofde het aan de ene kant niet dat ik goed genoeg was. En dat ik te veel twijfels had of ik bijvoorbeeld een hoofdrol in Goede Tijden wilde. Ja. Ik heb 3 keer bijna een hoofdrol in Goede Tijden gehad. Uiteindelijk heb ik wel erin gespeeld, maar niet een hoofdrol. En ik ben nog steeds dankbaar dat dat niet is doorgegaan. Maar dat acteren, ik ben op mijn 18e de vooropleiding theater gaan doen. Mm-hmm. En
Wat je daar leert is acteursbewustzijn. Dus je leert denken vanuit, ik Sunny, ik ben een acteur. Ja. En ik ga iemand bij de keel grijpen om te wurgen. Maar ik ga natuurlijk niet echt wurgen. Ja. Dus dat is een Sunny bewustzijn. Ja. En je hebt een personagebewustzijn. Wat denkt en voelt een personage? En eigenlijk is dat al een soort van het begin van het ego. Ja. Alleen hebben we het dan nu over een personage. Ja. Maar dat personage heb je natuurlijk ook in jezelf. Ja. Dus daar begon al heel erg voor mij het nadenken over hoe dat dan zit. En dat analyseren. Want ik ben wel heel erg analytisch altijd geweest en nadenkend daarover. En voor mij was het acteren echt een soort psychologie in de praktijk. Ik wilde zeg maar al die rollen, al die facetten van het mens zijn, wilde ik voelen en ervaren. Maar pas later, toen ik vanuit het acteren die wereld inrolde en heel erg steeds eigenlijk meer verder van mezelf afzwabberde, toen ben ik echt mijn zoektocht naar geluk begonnen. In mijn eentje, ik ben het niet gaan delen. En daar is echt dus een grote zoektocht gegaan naar alle boeken lezen, seminars. Ik zat dus dagenlang in de bieb, want ik had helemaal geen geld. Ja. Ik had 5 euro per dag, daar leefde ik van. Toen was ik actrice. en dan zat ik de hele dag al die zelfhulpboeken te lezen. En daar kwam het werk van Eckhart Tolle en The Secret en Think and Grow Rich. Ja. En dat, daar is wel echt dat er steeds meer kwartjes vielen. Achteraf gezien kan ik zeggen dat mijn ouders me heel erg volgens de Law of Attraction hebben opgevoed zonder dat ze dat zelf wisten. Ja, eigenlijk mijn moeder ook. Ja? Die leert er nu heel veel over en die zegt, dat doe ik eigenlijk, dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan, maar nooit zo bewust van geweest dat het zo werkt. Nee, ze hebben me nooit letterlijk gezegd, je kan alles aantrekken wat je wilt, maar ze hebben wel altijd gezegd, je kan alles worden wat je wilt. Ja. Als ik wilde afhaken met acteren, waren mijn ouders degene die zeiden, maar jij wil dit is jouw missie, jouw passie en het presenteren. Zij hebben me altijd laten doorzetten. En het positieve denken, dat heb ik echt. En het dankbaar zijn, mijn vader zei altijd beseffen, dat is het dankbaar zijn. Dus sta stil, kijk om je heen, besef wat er is. Ja, mooi. Ja. Ja, mooi. Ja. Ja. Het is wel bijzonder, want ik merk wel, tenminste, ik zie dat wel als een soort van voorsprong. Dat zeg ik ook heel vaak als ik met mensen, of in mijn lezingen, van het feit dat mijn moeder me zo heeft opgevoed, heeft wel echt heel veel voordelen. En het zijn ook gewoon heel veel mensen die anders worden opgevoed. Denk al, je moet school afmaken, je moet... Dan heb je wel een langere weg te gaan. Ja. Het is ook zo moeilijk om je... Ja, het is toch een soort van afzetten tegen je ouders. Ja. Terwijl je niet per se hoeft af te zetten, maar zoveel mensen die leven de waarde van hun ouders. Dat is zo zonde. Ja. Ja. Hoe doe jij dat met je kinderen nu? Ze zijn nog jong natuurlijk. Ze zijn heel jong, maar ik denk al wel heel veel na over hoe ik ze opvoed. En samen met Jorg. En het is gewoon heel mooi hoe zij een spiegel zijn voor ons. Omdat ze je letterlijk dus nadoen. Dus Jorg die zat in de pannen, laat is niet echt laat, maar hoek, pannen. En hij zat een beetje te grommen van, en heel die pannen die vielen om. En vervolgens zag ik Charlie Faye met haar speelgoed ook, die was ook aan het grommen. Oh, ja. En toen moesten we heel erg lachen van, dit is letterlijk gekopieerd gedrag. Ja. Dus dat vind ik heel mooi eraan. Je moet wel echt het goede voorbeeld zijn daarin. Maar tegelijkertijd besef ik me, want ik was een tijdje een beetje doorgeslagen van, toen zei ik tegen Jorg, we mogen niet meer boos zijn. Of geen ruzie maken tegen elkaar. Nee. Maar dat is ook niet goed, want ze moeten ook leren dat... Want ze voelen ook wel dat ze voelen sowieso alles hoor. Want Charlie Faye, mijn oudste dochter, die is nu ruim anderhalf en die is ook wel volgens mij hoogsensitief. En als wij ook maar even 2 woorden wisselen, dan begint ze al meteen allerlei dingen te doen, zodat we niet meer met elkaar praten. Ja. Maar ik probeer dat ook te laten zien, dat je soms boos bent of verdrietig. Ik zit ook wel eens te huilen gewoon. Zeg ik, mama is nu even verdrietig. Het heeft niks met jou te maken. Dus ik probeer wel ook al die emoties heel erg te laten zien en te benoemen. Gewoon een bewust leven mee te geven. Maar we gaan hoe dan ook dingen verkeerd doen. Ja, maar dat weet ik ook. Wel belangrijk, want een kind moet ook die contrastervaringen zelf ervaren als alles van een leien dakje gaat, maar als ouder wel. Ja, je moet ook grenzen geven. Dat weet ik wel ook veel van vriendinnen die te weinig grenzen kregen. Die snapten er eigenlijk niet. Die vonden het heerlijk om op een gegeven moment grenzen van bijvoorbeeld hun partner te krijgen. Ja. Van hier zijn grenzen. En zwanger worden in je reis naartoe, was dat... Tenminste, ik heb zo'n voorstelling van dat een hele spirituele belevenis is, maar misschien is dat heel erg geen... Wel een seksuele belevenis hoor. Maar als jij wel zwanger bent. Ja, zwanger zijn is wel een cadeau. Ja, hoe heb je dat ervaren? Ja, echt als een cadeau. En toevallig zat ik gisteren in de auto en miste ik ineens dat praten tegen mijn buik. Ja. Zoals ik ook wel eens praat met mijn spirit, zo kan je ook met je kindje praten. Ja. En ineens besefte ik, ze is niet meer hier bij me. Dat is wel geweldig mooi. En je voelt ook energie in je... Ja. Um,
En ik voelde ook al wat voor soort energie mijn dochter zou zijn. Ja. En mijn tweede dochter ook. Ik voelde ook, oh, dit is een hele andere energie. Het is een heel ander karakter, logisch. Maar wat voor soort karakter het zou zijn, dat klopt ook nu. Ja. En dat vind ik heel grappig dat je dat dus al kan voelen. Ja, ik heb heel veel downloads de afgelopen maanden doorgekregen over inderdaad zwanger worden. En contact al hebben met je kindje voordat het überhaupt fysieker is en zo. Ja. En inderdaad je zo goed al kan voelen wat voor soort karakter het krijgt. Of wat voor soort persoonlijkheid. Ja. Heel, ja, en het schijnt zelfs zo, ik heb daar een documentaire over gezien, ik moet eerlijk bekennen dat ik de titel niet meer weet, maar dat je, hoe jij bent als zwangere vrouw, heeft heel erg veel invloed op wat voor persoonlijkheid je kind krijgt. Het heeft te maken met de DNA-schakels, iedereen heeft zeg maar alle eigenschappen in zijn DNA zitten, maar bepaalde stukken van je DNA worden geactiveerd door hoe de moeder is als ze zwanger is. En dat hebben ze allerlei wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. Ook bij vrouwen die zwanger waren in de oorlogstijd. En die kinderen daarvan, die hebben bijvoorbeeld later heel veel angststoornissen gekregen. Omdat hun moeders altijd bang waren. Dus dat angststuk, dat is heel erg geactiveerd. Ja. En dat vond ik heel eng en fascinerend om te zien tijdens mijn zwangerschap. Want daardoor werd ik me helemaal bewust van dat ik echt mijn vibe zo hoog mogelijk moest houden. En weet je, natuurlijk kan er even afgaan. Want je kan niet alles perfect doen, maar dat heeft me wel echt mijn ogen geopend. Ja. Ik geloof ook wel dat dat zo is, want je geeft natuurlijk voor een heel groot deel ook alle overtuigingen die we nu hebben. Die komen van je ouders en van je voorouders. Ja. Hard werken is bijvoorbeeld één ding wat wij heel erg in de familie hebben zitten. Al mijn ouders, hun ouders, iedereen heeft altijd heel hard moeten werken voor zijn geld. Ja. En het is wel eens interessant om bij jezelf te kijken. Ik kwam daar in een meditatie achter van, oh ja, waarom moet ik altijd... Ik heb echt de neiging om mezelf soms voorbij te werken. Ja. Weliswaar vanuit passie, maar toch voorbij te werken. En gewoon echt eens te vragen van, hey, waar komt het vandaan? En het kan ook uit vorige levens komen, maar sowieso ook echt vanuit dat DNA-stuk, denk ik. Ja. Ja. En wat doe je als je zo doorgaat? Want ik herken het ook, hoor. Dat je, tenminste, ik heb het als ik dan zo in zo'n flow, dan voel ik echt, oh, nu is eigenlijk de grens. Dan moet ik stoppen. En dan ga je toch en dan door. Ja, ik herken dat heel erg. Dan denk je, oh my god. Dan nou, het gaat bij mij dan niet fout, maar dan ga ik wel tot het gaatje qua energie. Ja. Dus ik zit dan heel lekker, ik heb het vooral met de nacht. Dan zit ik, nou, gisteravond nog zat ik te editen. Was ik een meditatie aan het editen en dan zit ik er zo lekker in. Dat is zo erg mijn flow dan. Dan denk ik, ja, ik ga nu niet naar bed. Ik wil het afmaken, maar ik heb het uiteindelijk niet afgemaakt. Ja. Ik ben wel om 12 uur gestopt. Dus dat is lastig. Ja, ik merk dan als ik dat doe een paar dagen, weet ik ook. Daarna moet ik echt even weer opladen. Vrije tijd plannen, dingen af gaan zeggen. Weg met de lunch of wat het ook is. Want dat kan dan echt niet. Nee. En merk je ook dat jij dat meer hebt, bijvoorbeeld als de volle maan eraan komt of de nieuwe maan. Merk je dat, voel je dat die maancyclus daar invloed op heeft? Ja, ik merk het wel. Ik moet zeggen, misschien kun jij me daar wat over vertellen. Want ik vind het wel fascinerend. Ik merk, ik reageer heel erg op de maan, maar ik weet er niet zoveel van. Ja. Hoe dat eigenlijk kan. Het is toch wel echt fascinerend. Waarom geeft het energie? Ja. De nieuwe maan, de volle maan. En waarom zou het niet energie onttrekken? Ja. Omdat hij vol is, ik zeg maar wat. En dat kost heel veel energie. Ja. Snap je? Dat is toch fascinerend? En sowieso verschilt per vrouw. En het hangt ook wel een beetje af van je cyclus. Ik menstrueer bijvoorbeeld nu met nieuwe maan. En ovuleer precies op de volle maan. Dus precies op het ritme van de maan. En... die volle maan bij mij is echt een soort van creatiemodus de dagen ertoe. Maar dan wordt de energie wel heel hoog. En dan kom ik een beetje in die plek waar jij dan ook zit. Dat je zo door gaat werken. Ja. Dat je ook voelt, oké, dit zit op het randje. Als ik nu doorga, dan ontspoort alles hier. Ja, je voelt ook dat je iets minder geaard bent. Dat heb ik tenminste. Ja. 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 Maar hoe dat precies werkt met die energiegolven, dat weet ik ook niet precies. Nee. Mijn vriendin Jen, die weet daar wel weer veel meer van af van die maan. Maar voor mij is het heel erg dat ik wel echt op een soort van ontdekkingsreis ben gegaan hoe ik zelf reageer op de maan. Ja. En dat is wel heel fijn om te weten. Ik weet ook gewoon van, oh ja, dit soort interviews kan ik heel goed doen zo rond volle maan of nieuwe maan. Maar als ik meer in die wassende maan zit, dan ben ik veel minder gefocust. Dus dan kan je me beter... Wat is ook weer, wanneer is de wassende maan dan ook weer? Dus je hebt nieuwe maan en dan gaat hij zeg maar... Wassen gaat hij weg, zeg maar. Ja, dan wordt het volle maan en dan... Ja. Ja, dus wassende maan zijn na de volle maan eigenlijk. Dan neemt hij af. Ja. Oh, interessant. Ja. Ik vind het wel heel cool om te horen dat jij echt je interviews dus plant rondom de volle maan. Ja, en ook een coaching. Ik zou dat eigenlijk ook moeten doen. Want ik ga zo lekker op die volle maan. Ja. Want gisteren dus ook weer dat ik, oh wow, ik heb dan zoveel energie. Ja. En inspiratie. Ja. Niet normaal. Ik ben alleen maar een type in die notebookjes. Ik word ook heel vaak, deze dagen slaap ik echt bijna niet.
En dan ook echt om 3 uur 's nachts echt wakker worden en alleen maar gaan schrijven en typen. En dat Dat heb ik al de hele maand. Dat is niet per se met de volmaand. Ja. Maar niet elke dag, maar gewoon meer, dat kan zomaar spontaan opkomen. Ja. Maar het kan ze ook wisselen, want ik heb ook een periode gehad dat ik juist met de volle maan meer moest terugtrekken. Dus het verschilt ook heel erg, je groeit daar ook een beetje in. Ik denk ook in hoeverre je cyclus daar nog volgt. Maar bijvoorbeeld, ik ben nu aan het menstrueren. Leuk detail. Hallo! Anyway, is het niet jouw volle maan? Nou ja, dat het vooral goed komt. Ja, je kan hem ook, weet ik veel. Ik weet niet of van op is. Oh shit, oké, nee, dat gaat niet werken. Maar is dat, betekent dat iets anders dan dat je nu aan het ovuleren bent? Het natuurlijke ritme van de maan is dus dat je menstrueert met nieuwe maan en ovuleert met volle maan. Dan ben je, dat is het natuurlijke cyclus van de maan. En dan ben je dus ook het meest vruchtbaar. En dan zit je eigenlijk in die cyclus. Ja. Niet alle mensen zijn tegelijkertijd ongesteld. Nee. Godzijdank. Nee. Zou heel chagrijnig worden. Maar ik had dus eerst ook dat ik in die cyclus zat van jou. En hij is dus bij mij helemaal omgedraaid. Hmm. Ken je Vivian? Vivian Reis, maar die heeft nu de cyclusplanner uitgebracht. En dat schijnt dus wel echt het natuurlijke ritme van de maan te zijn. Om op die manier dus je cyclus te hebben. En dus ook dat vroeger eigenlijk bijna alle vrouwen die veel met elkaar waren. Dus ook op hetzelfde moment ontsteld werden. Ja, dat is nog steeds natuurlijk als je naast met vrouwen gaat. Ja, dat is wel fascinerend. Maar goed, ik ben altijd, als ik ongesteld ben, ben ik altijd best wel depri en echt laag. Oh ja. Dus je zou kunnen zeggen, dat is wel fijn, dan heb ik die volle maan die mij weer een beetje ophoudt. Ja, ja. Maar goed. Ja, toen ik dus nog, het gaat helemaal over de cyclus, maar toen ik dus nog ongesteld was met volle maan, toen moest ik juist hier meer terugtrekken. Dus het is grappig hoe dat dan zich weer verandert. Maar überhaupt het er bewust van worden, vind ik echt grappig. Ik had de wereld voor me open, ik wist dat echt allemaal. Nee, ik weet wel. Nou, ik had gewoon op een gegeven moment altijd, waarom is het sowieso geloof ik heel erg in ritmes? Ja. En bijvoorbeeld, ik heb nu met mijn online programma, ik ben gestart op 12 januari met de groep, nu 5 april groep. Dan gewoon het hele jaar niet. Oh, ja. En dan weer in het najaar, rond op eind september, oktober, dan is er weer een soort van energie. En dan gaan we de winter in, feesttijd, dan is er weer een tijd van rust. Ja. Ik ga niet in de zomer, weet je, mensen vragen nu al van, kunnen we niet in juli? Ik geloof gewoon niet dat je dan helemaal jezelf helemaal gaat kijken. Oké, ik ga nu met mezelf bij de klallen grijpen en ik ga het nu aan met mezelf. Ja. Nee, er moet ook een tijd zijn van ontspanning en plezier. Nee, ik zeg niet dat het geen plezier geeft, maar gewoon even alles loslaten, weet je wel. Ja. Als ik dat zeg, dan zie je mensen ook wel kijken van, zo had ik het nooit bekeken. Ja, inderdaad. Je hebt ook ritmes en je hoeft niet alleen maar te rammen. Met de winter ben ik ook altijd meer low, zeg maar. Ja. En dan meestal in het voorjaar, dan komt alles weer. Ja, ik ook. Ja, dat hebben volgens mij alle mensen. Ja. Maar die online training, dat is ook wel iets wat ik volgens mij al veel langer ook op je platform wel had zien staan. Dat je daarmee bezig was. Klopt, wat je gaan doen. Ik ben er heel lang mee bezig geweest. Ja. Vandaag gelukkig, morgen succesvol. Wat gaat dus over eerst werken aan je mindset. En vandaag kun je al echt gelukkig zijn. Echt dankbaar zijn met wat je hebt. Ja. Vanuit die staat, vanuit die flow en frequentie. Dan pas kun je gaan kijken naar wat wil ik, wie ben ik, wat kan ik. Ja. Dus je gaat hele andere doelen ook stellen als je echt goed bent met jezelf. Ja. Veel grotere doelen. Ja. En dan is het, zeg maar, het laatste stuk van de training gaat echt over doen. Dus echt een actieplan maken en een strategie en echt een planning. Niet per se in 5-jaren plan, want daar geloof ik niet in. Ja. Heb ik zelf ook niet. Ik geloof wel heel erg in flow en in flexibiliteit. Dat je echt kijkt naar wat biedt het mijn leven me op dit moment. Maar wel dat je heel helder weet, dit is waar ik naartoe ga. En dat je wel stappen gaat zetten en het concreet gaat maken. Ja. Want heel veel mensen die blijven maar dromen. Een droom zit gewoon in je hoofd. Ja. En een doel, dat ga je echt uitvoeren. En de reden waarom ik zo lang daarover heb gedaan is, dit idee ontstond al, het ontstond denk ik 3 jaar geleden of zo. En toen ben ik eraan gaan werken. Maar ik was toen heel druk met werk. En toen ben ik er later aan gaan werken. Maar op een gegeven moment raakte ik zwanger. En ik ben eigenlijk uiteindelijk 2 jaar achter elkaar zwanger geweest. Ja, omdat ik dus heel snel, voor de mensen die het niet weten, ik heb 2 bevallingen in 1 jaar gedaan. 2 baby's in 1 jaar gekregen. Ik was letterlijk direct na baby 1 borstvoeding gestopt. Bam! Ik was weer zwanger. Ja. Halleluja. Ik wist wel dat ik vruchtbaar was. En, want dat komt dan zo'n vrouw natuurlijk vertellen. Ja. Maar wij wilden heel snel weer een kindje. Alleen jij, je verwacht niet. Zeker niet. Bij de eerste duurde het uiteindelijk. Heeft een jaar geduurd. Ik heb ook nog een miskraam gehad. Mm. Dus het was er niet zomaar. Dus ik had ook nooit verwacht dat het dan wel zomaar kan zijn. Maar het was helemaal top perfect. Ik ben heel dankbaar voor Zoe dat ze zo vroeg is gekomen.
Maar ik merkte dat dat hele zwangere gebeuren, dat houdt je zo, je bent toch een beetje iemand anders ook. En ik merkte dat het ook hard werken is om zwanger te zijn. En, daarnaast had ik ook gewoon mijn werk met mijn samenwerking. En ik presenteerde veel, ik ging spreken overal. Ik had gewoon een heel druk bestaan. Dus ik werkte er wel aan. Maar dan lag het soms 2 maanden weer stil. En het werkte gewoon niet. En ik gooide steeds die structuur om. En uiteindelijk, toen is Jorg, mijn man, die is erbij gekomen. Want toen was het eigenlijk bijna een soort van af. Ja. Maar het was zoveel. Want ik wil eigenlijk, het is, zeg maar, mijn online programma is wat ik in al die jaren heb geleerd. Ja. Van al die grote meesters, kleine meesters, kleine gesprekken, grote gesprekken. Ik heb heel veel interviews gedaan voor Sunny Zoekt Geluk. Wat ik daarvan het beste vind, dat zit erin. Ja. En het was een beetje te veel geworden. Hij zei, je moet niet verwachten dat mensen 5 uur per week gaan studeren hier aan, weet je wel. Ik zei, je hebt ook gelijk. En hij is heel goed in mijn super lange teksten gewoon kleiner maken. Dus daar is het begonnen dat hij erbij kwam. En inmiddels was hij ook gewoon helemaal op mijn pad meegegaan. Ja. Dus, en hij heeft de hele website en zo gemaakt. Dus we hebben het echt samen gedaan. Maar wel omdat het mijn kindje is en het zijn mijn ideeën geweest, zeg maar, in mijn structuur. Verkopen we het vanuit mij, maar we doen het echt samen. Ja. En het gaat supergoed. Ja. Het zit mega in een flow. Ik hoef het eigenlijk niet eens te verkopen. Nee. Ik roep af en toe wat op Instagram. En dat vind ik ook wel interessant hoe dat werkt. Want het is natuurlijk het zakelijke stuk. Er zijn allemaal lanceringstechnieken en methodes die ik allemaal niet hanteer. Nee. Ik doe maar wat. Ja. Ik hoor ook wel eens, bijvoorbeeld mijn vader weet heel veel hiervan. En zegt, je moet dit doen, je moet dat doen. Ik luister totaal niet aan mijn vader. Sorry pap, maar zo werkt het gewoon met ouders. Ik doe gewoon maar wat. Ja. En, maar dat werkt ook het allerbeste. Ja, ik denk het. Ja. Het gaat gewoon. We hebben 150 mensen in de eerste. En nu hebben we nog een maand gaan. Ook al 150 mensen zitten er weer in de groep. Supergoed. Dus dat is. En wat ik het leukste vind. Dat is namelijk wel waar ik volgens mij goed in ben. Is toch wel massa. Mm. Dus het is natuurlijk een grote groep. Ja. Het is ook nog eens een keer een heel breed onderwerp. Want het is niet voor ondernemers per se. Het kan ook zijn voor jou persoonlijk. En daarom, dit is ook waarom het proces zo lang heeft geduurd. Om dat heel goed te designen. Dat het klopt bij iedereen. Ja. Ook door middel van de voorbeelden. Maar het blijkt dus echt wel te werken. Ja. Voor de verschillende mensen. Weet je, het is of voor iemand die al ondernemer is. En heel hard gaat en heel succesvol is. Maar nooit stil kan staan van waar ga ik nou eigenlijk naartoe? Ja. Wat wil ik eigenlijk? Voor die is het. Maar het is ook voor degene die denkt, oké, ik kom net van school. Of ik zit niet lekker in mijn huidige baan. Wat wil ik met mijn leven? Wat worden mijn nieuwe doelen? Wie ben ik eigenlijk? Maar super knap, want eigenlijk is het voor zoiets breeds is eigenlijk is veel lastiger. Het is heel moeilijk. Dat is wel. Oh, ik moet even mijn camera. Oh, hij gaat al uit. Shit, mijn batterij is uitgevallen. Ik kan niet meer vloggen vandaag. Ik moet in huis. Maakt niet uit. En deze microfoon houdt mee. Want ik heb ook niet goed geluid. Oh god. Maar goed, we zien het wel. Ja. Maar dat is veel moeilijker. Maar ik ben er echt van overtuigd, dat heb ik ook wel laten zien in mijn weg. Van als je gewoon doet waar je in gelooft, dan komen de mensen gewoon naar je toe. Ja. En dan hoef je niet zo'n hele ingewikkelde trucjes uit te halen om mensen te overtuigen. Ik geloof ook eerlijk gezegd niet in overtuigen. Ik krijg heel veel DM's op Instagram van mensen die ik dan moet gaan overtuigen. En ik merk dat ik dat helemaal niet wil. Nee, natuurlijk niet. Ik denk gewoon, tap in op mijn energie. Als dit is wat jij denkt dat goed is, want mijn programma is helemaal niet zo duur. Nee. Probeer het gewoon. En die mensen gaan mee. En als ik heel erg moet overtuigen, ik heb het niet nodig. Nee. Ik vind het heel leuk. Tuurlijk ga ik mensen helpen met vragen. Maar ik ga ze niet zitten overtuigen. Nee. En dat zijn ook helemaal niet leuke mensen vaak. Ja, dat is een tweede. Ja, maar die gaan dat of ze gaan heel erg cynisch zijn. Ja. Of het niet snappen. Ik weet het niet. Ik geloof gewoon heel erg in flow hierin. Ja, het is echt super vet om te doen hoor. En ook, jij hebt natuurlijk veel meer van dit soort dingen gedaan. Ja. Het is gewoon een heel nieuwe wereld voor ons. Ik ken het hele fenomeen natuurlijk al wel. Ja. Maar wat ik ook zeg, van als je te breed maakt. Ik heb lang gedacht, dit is een fout, dit is niet slim. Mm-hmm. Maar toch doorgegaan, omdat ik wel bleef voelen van dit is het wel. Ja, het vereist alleen wat meer werk. Ja. En we gaan wel zien waar het brengt. Ja. Ik ben benieuwd hoe lang je het. Want toen ik zag dat jij van doet, dacht ik, interessant. Want ik had toen juist het gevoel van, ik wil geen online. Nee, want jij doet dat niet meer met groepen. Nee, dat vind ik ook heel fascinerend. Ja, ik voel juist helemaal niet meer op dit moment dat dat niet is wat ik wil. Maar goed dat je daar ook naar handelt. Ja. Ja. Maar ik denk ook dat het ook dat weer in fases en een ritme is. Dus het komt gewoon over 2 jaar misschien weer. Misschien wel. Who knows. Ja. Nu voel ik weer heel erg lezingen geven en die 1-op-1 trajecten. En ja, ik merk dat ik ook heel veel 1-op-1 doe via de mail. Dat zit helemaal niet in het pakket. Dat moet ik ook eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar dan zit ik op DM. Zit ik hele coachings te doen. Oh, ja.
Maar dan is het soms net, weet je, iemand zei laatst ook net dat ene zinnetje wat Jorg dan had, want hij doet dat ook, ja. Hij is ook coach. Wat het één zinnetje heeft dat alles gedaan voor die vrouw. Ja. Nou, dat kan het al zijn, weet je. Ja. En dat vind ik heel mooi. Ja. Ja. En had het ook te maken met dat je een soort van ander leven voor jezelf wilde? Dat je het online programma ging doen? Ja, ik wilde niet meer afhankelijk zijn van iemand eigenlijk. Ik wilde gewoon helemaal zelf mijn ding maken. Ja. En ik heb heel veel opdrachten, want ik leef helemaal van samenwerkingen met merken. Dus daar maak ik dan video's of foto's voor. En het zijn alleen maar merken waar ik dus heel erg fan van ben. Wat al heel erg organisch voelt, waar ik soms echt denk van, nou, dat ik betaald word om dit te promoten. Ja. Ik snap het niet, want ik promote het toch al jaren. Ja. Maar dat is dus mijn verdienmodel. Maar het is nog steeds een feit dat ik wel moet wachten. Ik hoef niet echt te wachten, want gelukkig komen ze nu naar me toe. Maar ik ben wel afhankelijk en ik wilde ook vooral heel erg schaalbaar inkomen voor mezelf en vanaf elke plek op de wereld kunnen werken. En voor dat andere werk moet ik toch wel echt hier zijn en ik wil wel meer gaan reizen de komende tijd met mijn gezin. Ja. Dus Jorg is nu ook stappen aan het zetten om te kijken hoe hij zijn bedrijf Culture Builders meer los kan laten hier in Nederland. Ja. En ook meer gewoon weg kan gaan. Ja. Hij gaat onafhankelijk werken. Ja, heel erg. Waar voor veel ondernemers natuurlijk überhaupt ondernemer worden om vrijheid te ervaren. Maar ja, ik vind nog steeds de grap dat de meeste ondernemers die worden veel minder... Nee, maar ik zelf ook af en toe. Dan denk ik, wow, ik ben zo gedisciplineerd. Ja. Ik ga bijna nooit op mijn werkdag even... Ik doe nu allemaal behandelingen voor mijn lichaam. Want mijn lichaam is een hele belangrijke focus voor dit jaar. Nou, dan lig ik op maandagochtend, word ik gemasseerd. Dan denk ik echt, oh mijn god, dit voelt echt niet goed. Oh jawel, dat voelt wel heel goed. Oh, ja. Pak het moment, weet je wel. Maar zoveel ondernemers die gaan maar door. Die zijn altijd aan het werk. Ja. Dat is helemaal niet per se gezond. Nee, ik ken geen werkdagen in die zin. Dat is zeg maar, bij mij zeg maar alles één. Ja, wacht maar tot je kinderen krijgt. Dat had ik ook niet voor. Ja, nee. Nou ja, dat is het ding met de crash en überhaupt. Ik heb veel minder tijd, want ik werk eigenlijk van 10 tot 5. Ja. Want daarvoor ben ik wel op een crash of ik moet een avondritueel in. Ja. Dus ik merk sindsdien. Maar het geeft me ook wel veel, moet ik zeggen. Want vroeger was ik heel veel ongestructureerder. Ik was altijd maar aan het werk voor de buitenwereld. Voor mezelf voelde het helemaal niet zo, want... Mijn werk is gewoon wie ik ben. Ja. En nu moet ik echt mijn werk, en dan bedoel ik vooral mijn e-mails en een plannetje schrijven of zo. Of doe je alles nog alleen met een team? Ik heb geen team zoals mensen een team kennen, maar ik heb wel veel mensen die ik inhuur, gewoon freelance. Dus een cameravrouw en twee editors maar en een projectmanagement. Dat is wel. Jorg helpt me heel erg met mijn mail nu. En ik ben nu wel met iemand in gesprek die dat gaat doen. Dat is het enige. Ja. Maar ik wil niet, ik hoef helemaal geen team. Nee. Ik heb een heel team gehad. En nu nu niet meer, hè? Nee. Hoe voelt het nu? Heerlijk. Omdat... Wat vond je niet leuk aan een team? Je moet opeens voor je werk een team aansturen. Ja. En dat is helemaal niet wat ik heel erg leuk vind, om een team aan te sturen. En bezig. En wat ik heel lastig vond, is... Ik ben zeg maar heel creatief, maar door het doen kom ik op ideeën. Dus ik moet soms gewoon even aan mijn site werken om te snappen wat de tekst moet worden. En ik kan dus niet op commando bijvoorbeeld een tekst aanleveren. Nee. Dat kan ik gewoon niet. Nee. En op het moment dat je dus een team hebt en alle mensen die dingen voor je aan het doen zijn, wordt het op een gegeven moment heel, heel ingewikkeld. En ik ging gewoon ik ging ook een beetje uit mijn bedrijf daardoor, voor mijn gevoel. En nu heb ik wel weer echt veel meer connectie en heb ik gewoon andere spelregels bedacht, waardoor ik niet zoveel in die mail hoeft te zijn. Dus dingen die ik niet leuk vind, doe ik ook gewoon niet zoveel. Nee, en, goed. Denk maar je mail, dat trek je wel. Ja, maar ik heb wel een autoresponder aanstaan dat het een tijdje kan duren voordat je vermoord. Ja. En daarmee geef ik mezelf wel de speelruimte om ook echt eventjes te wachten met iemand te reageren. In plaats van dat je steeds het gevoel hebt dat ik in die mail moet. Dus ik heb nu gewoon... Ja. 1 dag in de week dat ik even in de mail zit, in principe. Oh, netjes. Ja. Behalve dan, omdat wij een afspraak hadden, dan check ik wel. Ja, oké, ik moet even kijken. Ja, ja. Maar van de rest probeer ik eigenlijk mezelf op te leggen van, nee, gewoon 1 keer in de week. En dan de rest gewoon heb ik de vrijheid om te doen wat ik... Dat is eigenlijk het enige wat op mijn lijst staat van wat moet. Je mail. Ja. Nou, dat is, heb je het goed voor elkaar. Ja. En de rest zijn dingen die ik gewoon leuk vind om te doen. Ja. Ja. Ja, wat goed geregeld. Ja. Ja, maar het is inderdaad interessant, want heel veel vrouwen die in mijn community zeggen, ja, maar als je kinderen hebt is alles inderdaad ingewikkelder. Maar ik heb ook vrouwen in mijn community zitten die kinderen hebben en ook een tegenwoordig leven. Dus alles kan. Ja. Ja. Dus, ja. Nou, ik vind het juist wel fijn hoor, dat ik zoveel structuur heb gekregen. Ja. Van dat ik gewoon heel helder weet, in die 3 dagen werk ik, maar naar buiten gewoon niet. Ja. En ik kan dan nu al zien in mijn agenda, ik heb er geen plek voor. Ja. Prima. Nou, dat is duidelijk. En vroeger,
plant ik nog wel ergens tussen. Ja, ja, ja. Dat doe ik dus niet meer. Nee. Ja, ik ben natuurlijk wel altijd aan het werk, maar dat is meer het inspiratiestuk. Ja. Maar beschikbaar zijn op een draaidag of zo, ja, dat doe ik gewoon niet dragen. Ja, drie dagen. Ja. En kan je die knop ook wel eens uitzetten van... Dat denken, oh ja, als je een boek aan het lezen bent, dat je denkt, oh, ik ben nu gewoon voor mezelf aan het lezen versus dat ik aan het lezen ben. Bij een boek toevallig niet, dat vind ik echt lastig. Ik heb zoveel boeken. Ja. Nee, ik vind dat heel moeilijk om dingen te zeg maar, series te kijken of boeken te lezen zonder dat ik er iets mee ga doen. Ja. Dat zit er gewoon heel erg in. Maar uitstaan, jawel hoor, zeker. Ja. Dat ik gewoon helemaal niet met mijn werk bezig ben. Ja. Als ik helemaal opga en mijn kinderen op in flow, et cetera. Oprah heb ik wel eens horen zeggen dat zij gestopt is met haar boekenclub. Omdat zij gewoon geen boek meer kon lezen voor de echte voor zorg. De lol. Ja. Oh jeetje. Omdat zij echt alsmaar aan het lezen was. En denk, oh ja, hoe kan ik dit gebruiken in mijn show? Dat vond ik wel heel fascinerend. Ja. 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 En voor mij helpt het heel erg in mijn resets. In mijn resets hoef ik er niks mee. Dus dan ben ik aan het lezen en dan staat die knop echt uit van wat moet ik ermee. Wat goed. En hoe lang duurt zo'n reset bij jou? Verschilt. Maar... minimaal 48 uur. Nou, vorige week heb ik hem bijvoorbeeld weer 4 of 5 dagen gedaan. Een beetje afhankelijk waar ik behoefte aan heb. Ja. Ja. Maar soms voel ik gewoon dat ik te veel in mijn hoofd zit en denk, oh ja, ik moet nu even een knop hebben dat ik gewoon, ik ben even niet beschikbaar voor buitenwereld. Ja, dat herken ik heel erg. Hoe hoor jij dan jouw ego tegen jou praten? Ik hoor het niet. Ik hoe voel je, oh shit, me. Ik zit weer in mijn mind, ik ben weer ego aan het leven. Dat ik gewoon, dat daar emoties komen die niet prettig voelen. Dus dat ik me gehaast voel of heel erg geïrriteerd, daar merk ik het heel erg aan. Waarop dan bijvoorbeeld? Op alles. Geluid, rommel in haren. Dus weet je gewoon dat alles je irriteert. Denk, oké, nu ben ik te ver gegaan. Ja. En Maurice werkt ook veel thuis. En als ik merk dat ik het niet kan hebben, dat hij bijvoorbeeld, hij belt heel veel voor zijn werk. Als hij aan het bellen is en ik moet iets doen en ik raak daar geïrriteerd over. Denk, oké, ik ben alweer te ver gegaan, want normaal kan ik dit prima hebben. Ik kan dit niet hebben als ik over mijn eigen grenzen heen ben ingegaan. Oh, dat is wel makkelijk om het zo helder te weten voor jezelf. Ja. Ja. Ja, ik weet wel heel helder wanneer het too much is. Ja. En ook wanneer het urgent voelt. Dus als ik iets doe en dan denk ik, oh, dit moet ik nu delen met de wereld. Alsof de wereld zou vergaan als ik het niet zou delen. Ja. Want als ik in spirit ben, is het veel rustiger. Denk, oh, het kan ook morgen. En dan doe ik het meestal alles wel. Is goed. Alles is goed, weet je wel. Maar het hoeft niet per se. Er gaat niemand dood als ik dit vandaag niet naar buiten breng. Nee, dat is wel mooi. En dan ben ik toch even benieuwd, wanneer is dan Rose voor jou in jouw leven binnengetreden? Ja, dat wil ik even weten. Ja, goede vraag. Volgens mij was het in 2017, toen was ik dus een jaar bezig. En het eerste jaar had ik, nou, dat ging al super goed. Toen kwam ik in contact met Jennifer. Zij was een klant van mij oorspronkelijk. Ze deed Reiki. En ik had daar een behandeling gedaan. En zij zei, nou, vanaf nu gaat alles wel veranderen. Maar ik ben zo'n type dat als ik iets volg, ik hoef zeg maar... maar één module van iets te kijken of één keer bij iemand te komen en dan gaat er weer een soort van goudmijn open en dan ga ik super snel. Dus ik belde haar de volgende dag. Ik zeg, ja, sorry, maar volgens mij heb ik een soort van contact zoals Abraham dat ook heeft met Esther met Abraham. En ze zegt, nou, sorry, dat is niet helemaal normaal hoor, zo snel als dat ging. En ik had dan ook meteen een podcast daarover opgenomen. En zij dacht echt van... oké, je carrière is nu gewoon voorbij. Dit is gewoon einde. Omdat het zo vaag was. Ja, dat gaan mensen echt niet snappen. Maar ik ben gewoon een heel open boek als het daarover gaat. Dus ik deelde dat en mensen vonden dat eigenlijk Het is wel heel verfrissend. Maar ik vind het wel heel knap dat je het hebt durven doen. Ja. Maar jij hebt niet een soort weerstand daarin gevoeld. Je dacht van, let's go. En ik denk ook dat dat een van de dingen is die mensen inspirerend aan mij vinden. Dat ik dus geen... Ik heb daar echt geen moeite mee. Nee. Echt 0,0. En dan zij was echt, en zij is, laat ik zeggen, spirituele, zweviger, hoe je het wil noemen. Zij is meer zo dan ik. Ik ben eigenlijk wel vrij nuchter. En zij zou dat nooit gedeeld hebben. Dus ze had echt zoiets van, nou, je bent helemaal gek geworden. Ik zeg, ja, nee, maar dat is het. Maar zij is misschien ook in een andere tijd begonnen. En de tijd is nu natuurlijk heel anders. Ja. Dat had ik sowieso ook met Monna of met Sonny Zoekt Geluk. Ik had dat idee ook al veel jaren voordat ik ben begonnen. Ja. Had ik het idee al. Maar ik voelde aan alles, het is nu echt niet de tijd. Ja. Als ik toen ook was begonnen, was het waarschijnlijk meteen de kop ingedrukt. En dachten mensen, wat is het voor een vage lul. Ja. Want dat was nog oprecht. Ik ben in 2013 begonnen, maar in 2010 had ik het idee. Ja. Toen dachten mensen nog dat yoga gewoon alleen maar was. Ja. Nou, inmiddels weten we wel beter. Dus En dat is ook wel echt mijn doel met deze serie die ik nu aan het maken ben. Wat eigenlijk dus heet Spiritualiteit op Balenciaga sneakers, zeg maar. Gewoon leuke, hippe vrouwen die
dus wel, ja, we zijn allemaal spiritueel, maar om een ander gezicht te laten zien aan spiritualiteit. Ja. Dat je dus niet de hele dag op een gegeven moment op hoeft te lopen, nee, of er heel suf uit hoeft te zien, of de hele dag aan mediteren bent. Ja. Voor mij is het echt gewoon zijn wie je bent. Dat is eigenlijk, dan ben je eigenlijk het meest spiritueel. Ja. En het voor uit in mijn leven, dat is voor iedereen anders. Ja, ik moet hoesten. Ja, ik ben nog aan het bijkomen van een griepje. Nee, ik vind het heel tof dat mensen er veel meer voor gaan staan. Ook voor de kristallen, de werking. Ja. Dat iedereen, mijn huid ligt vol met kristallen. Maar iedereen die bij mij op de vloer komt, niet meer. Je hebt er eentje vast. Ja. Heb je dat altijd? Ja, ik heb eigenlijk altijd vast, ja. Mooi. Ja. Maar dat al veel normaler is. En het gesprek, en ook met mannen die dat ook wel veel normaler vinden. Ik vind dat heel leuk dat we nu in deze tijd leven. Ben ik heel dankbaar voor. Ik denk ook echt wel dat het werk wat jij hebt gedaan het ook mogelijk maakt om vervolgens weer zo'n stap dieper te gaan. Want dit boek, ik denk ook echt... Misschien ja, dit boek is het voorbeeld van... Dit had je echt niet 2 jaar geleden al niet eens kunnen uitbrengen. Ik bedoel, voor mensen die niet weten, toch? Je gaat gewoon in gesprek met Roos. En ik moest er wel een beetje om lachen. Ook gewoon van... Je hebt wel ballen. Ja. Je doet het gewoon. Ja, ja. Ja, want wat was jouw... hoe komt het bij jou over? Ook niet naar. Ik ga daar eerlijk gezegd wel heel erg in mee. Voor mij is het niet heel raar. Ik vind het... Het gaat heel erg over zichtbaarheid. Zoveel vrouwen en mannen. Maar vrouwen denk ik net iets meer hebben al zoveel moeite om überhaupt zichzelf te laten zien. En voor zichzelf te gaan staan. En in een meeting op werk hun mond open te trekken. Ja. En te zeggen, maar dit is wat ik vind. Ja. Dat is al zo'n stap. En dan heb jij het niet eens over wie jij bent. Maar je gaat nog even lekker staan voor je spirit guide. Ja. Weet je, dat is de ultieme vorm, vind ik, van zichtbaar durven zijn. Ja. 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 En de grap is dus, wanneer ik vanuit deze plek zichtbaar ben, voel ik dus nooit daar iets over. Maar wanneer ik meer vanuit ego dingen doe, dan dus wel. Dat snap ik helemaal. Ja. Ik ben dat nu steeds meer aan het onderzoeken ook voor mezelf. Want ik heb wel... me lang tegen laten houden, ook door mijn ego, dat ik dacht van, bijvoorbeeld met mijn online programma, ik ben geen psycholoog. Ja. Ik ben niet geschoold, dus wie ben jij nou om dit te gaan doen, weet je? Dat was echt een van mijn grootste beperkende overtuigingen. En in de loop der jaren ben ik wel, ik heb inmiddels zo'n coachingopleiding gedaan, ik heb zoveel gelezen, ik denk misschien nog wel meer dan een gemiddelde psychologie student. Ja. Maakt het niet uit, ik heb een verhaal, ik heb wat te delen en ik kan mensen helpen. Ja. En ik pretendeer niet het allemaal te weten. En dat is genoeg. Ja. Waar wil ik naar heen? Ik weet niet meer. Ik had het over dat als je iets vanuit spirit doet, dat je veel minder last hebt van onzekerheid. Ik voel me de laatste tijd steeds meer dat ik nog groter mag gaan staan voor dit. En ik voel me echt gedragen. En ik mag erop vertrouwen dat ik word opgevangen. Ja. Dat ik word opgevangen als ik nog meer, zo voelt het ook gewoon. Ja. Dus steeds meer ga ik dat vertrouwen winnen. Steeds meer durf ik helemaal nog groter te gaan, nog groter en minder bang te zijn voor al die kritieken. Want als we eerlijk zijn, kritiek krijg je sowieso, wat je ook doet. Ja. Al blijf je zitten waar je zit, al doe je helemaal niks, mensen hebben kritiek op je. Ja. Dus het maakt niet uit wat je ook doet, mensen hebben kritiek. Ja. Dus dan kan je maar net zo goed ervoor gaan, toch? Ja. Ja. Dat is gewoon het grote ding. En ik merk gewoon, je wordt opgevangen, je wordt gedragen. Ja. Want ik heb nog steeds heel weinig kritiek. Ik heb geen haters. Ik heb af en toe een keer iemand die even iets roept in de verte. En dan hup, ga ik er meteen op in. En dan is het ook weer over. Of diegene zegt, zo had ik niet bekeken. Oh, sorry, of whatever. Dus ik ga wel in gesprek met mensen die kritisch zijn. Maar ik denk ook dat dat er ook mee te maken heeft. Dat als je gewoon heel erg in spirit bent, zoals jij dat noemt. Dan zuiver je daarmee jezelf, maar ook wat je uitstraalt. Absoluut. En de mensen die je aantrekt ofzo. Maar dat heb ik zo... Als ik kan het niet de vinger op leggen, maar het is wel fascinerend, vind ik. Want dat valt me ook wel op, hoor, als ik kijk naar jouw content. Het is gewoon, het is een lichte energie. Dus het is niet, er zit niet heel veel, er zit geen negativiteit in. En als je wel eens kijkt bij andere coaches, als je dan wel eens bijvoorbeeld een Facebookbericht opent en ziet wat voor comments daaronder staan, nou, dan schrik ik gewoon van wat mensen zeggen. Ja, dat heeft gewoon te maken met de energie die je uitstraalt. Ik denk toch ook met ego. Ik denk als je meer vanuit ego of meer vanuit willen, dus dat je bijvoorbeeld als die coach heel erg vanuit geld is gaan coachen, dan trek je toch ook meer van dat soort mensen naar je toe. Dat denk ik toch. Ja. Maar ik vind dat ook wel een gevaarlijke uitspraak, want ik denk dat er ook heel veel lieve vrouwen zijn die het helemaal goed bedoelen en toch allemaal shit over ze heen krijgen. Denk je niet? Ik ken ze niet. Ik, goed bedoelen, dat impliceert alsof die mensen misschien geen goede bedoeling hebben. Maar ik denk meer van of je
echt zeker. Ja, of je echt connected bent. Of het echt vanuit je hart komt. Dat is, dat want is als het, dan voelt het alsof je gedragen bent. Ja. Dat je op je levenspad bent. Dan ben je op je missie. Ja. En ik zeg ook altijd, als je echt dus daar bent, op je levenspad. Wat jij hier moet doen in dit leven. Dan komt het geld vanzelf. Is ook zo. Ik maak me nooit druk over geld. Nee. Maar dan weet je ook, het klopt wat je doet. En dan weet je ook, als iemand er wat van vindt. Je weet dat je integer bent naar jezelf. Integer naar jezelf. Dat en dat heb ik wel gemerkt. Ja. Want het is voor mij echt wel ook een journey geweest in het ondernemen. Dus ik echt wel momenten gedaan dat ik iets meer vanuit ego had gedaan. Ja, en dat werkte dan ook meteen. En dat je dan ook echt voelt van, oh ja, dat klopt voor mezelf niet. En daarom raakt het me dat iemand er wat over zegt. Ja. Want diegene zegt eigenlijk wat ik zelf vind. Ja. En wanneer je vanuit spirit is, weet je, ja, het klopt gewoon. Ja. Het maakt niet uit wat je ervan vindt. Nee. Dan ga je, ja. Nee, dat is wel het mooie, dat het je gewoon ook niks kan doen dan. Ja. Dan denk je gewoon, nou ja, laat jou maar lullen. Ja. Toch? Ja. En wat ik wel een mooie uitspraak vind, die Brené Brown komt daar heel vaak mee, die van Lincoln volgens mij, dat jezelf in de arena moet gestaan hebben voordat je iets over iemand anders kan roepen. Ja, nee, dat klopt zeker. Ja. Ja. Want ik denk dat er heel veel mensen die zo negatief zijn, zijn vaak mensen waarvan ik denk van, maar wat doe jij? Durf jij jezelf echt te laten zien? Ja. Of, en hoe, ik had het nu, dat is een klein licht voorbeeld. Ik ben dus nu heel erg aan mijn lichaam aan het werk, want ik ben dus 2 jaar zwanger geweest. Mijn conditie is helemaal, echt helemaal. Ik ben ook gestopt met suiker, ook verminderd met suiker. Ja, ja. Dat. Ik ben aan het sporten met de personal trainer. Ik doe LPG, massage, bindweefselmassagebehandeling om mijn huid weer strak te krijgen. Het is vooral om me fitter en vitaler te voelen. Maar natuurlijk wil ik ook mijn zwangerschapskilo's kwijt. En vooral dat loshangende buikvel. Wat nu heel mooi in mijn broek is vastgepropt. Maar wat wel gewoon over mijn broek heen hangt. Nou ja. Als ik de verkeerde broek aan heb. Ja. Dus ik deel mijn journey daarin. Van hoe ga ik weer fitter worden. En hoe voel ik me weer gewoon lekker in mijn vel. Nou, het gaat heel goed. Maar dan kreeg ik ineens best wel veel reacties. Negatieve reacties hierover. En dat vond ik fascinerend. Want eigenlijk iedereen, ik kon het ook precies zo lezen. Iedereen die het zegt, ik voel gewoon de frequentie. Ja. Jij bent niet blij met je lijf. Ja. En wat het was, ik had heel erg gedeeld dat ik blij ben met mijn lichaam. Dankbaar ben voor mijn lijf. Ben ik ook. En toen ik dikker was, want ik was dus 22 kilo aangekomen. Was ik na mijn bevalling was ik ook blij met mijn lijf. Voelde ik me ook mooi. Want ik vind rondingen echt mooi. En dat heb ik ook gedeeld. En vervolgens zie je mij dus soort van bezig met afvallen, fitter zijn. Dus die vrouwen die zeiden ook van, hey, maar jij was toch zo tevreden met je lichaam? Ja, ja, ja. Klopt, ik was ook tevreden met mijn lichaam. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen nieuwe doelen mag stellen. Tuurlijk. En überhaupt ben je wel veel fitter met minder vet. Ja. Maar die mensen hebben zelf gewoon last ervan. Dus ik ging dan ook erop in. Ja, ben jij dan wel blij met je buikje en je cellulitis? Nee. En dan was het, oh, dat heb ik niet. Ja. Yeah, right. Ja. Als je het niet hebt, waar maak je er dan zo druk over? Ja. En als je het wel hebt, waarom moet je dit zeggen? Ja. Ja, maar dan kan ik alleen maar liefde voelen hoor, voor zo'n persoon. Ja. Dan kan ik me niet, dat raakt me niet. Dan kan ik alleen maar denken, oh, ik hoop dat je ook gewoon helemaal blij mag zijn met jezelf. Ja. 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 Ik denk ook dat dat de mooiste manier is uiteindelijk. Maar ik heb wel ook geleerd, want ik heb ook de hele tijd gedacht dat het heel spirit-wise was om dingen te negeren. En dat voelde op een gegeven moment ook niet meer helemaal goed. Dus ik ben op een gegeven moment wel ook een soort van grenzen gaan stellen tegen mensen. Van nou weet je, dit is wel een soort van de grens. Ja. Want soms krijg je ook gewoon, ja, onbedoeld. Ik vind het altijd fascinerend wat mensen denken. Ik zou zelf nooit bedenken dat ik jou een berichtje ga sturen over wat ik vind. Ja, ik kan dat wat ik daarin wil. Ja. Maar dan denk ik, zo, ja, waar houden mensen zich allemaal mee bezig? Maar dan op een gegeven moment dacht ik wel van, oh ja, hier moet ik wel gewoon wat van zeggen. Van dit is voor mij De grens. Ja. Wat goed dat je het doet. Prima dat je het denkt, maar je hoeft mij er niet mee lastig te vallen. Ja. 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 Dat is het eigenlijk. Waarom moet je per se ventileren? Want iedereen denkt toch wel, heeft toch wel oordeel. Ja. Maar heel veel mensen houden het gewoon voor zich. Ja. Ja. En uiteindelijk zegt het ook, het oordeel dat je over een ander hebt, zegt 9 van 10 keer iets over jezelf. Ja. Dus het heeft ook veel zin om het bij een ander neer te leggen. Nee. Ik vind dan wel heel mooi dat je dit over de mail of via, zeg maar, schrijvend kan je dit zeggen. Ja. Maar hoe vet zou het zijn als we dit in real life zouden gaan doen? Toch? Want dat lukt niet. Dan staan we met ons mond vol tanden te kijken, wat zeg je nou? Helemaal in het gezicht geslagen. En dan kunnen we niet zeggen, mij is het vorige week ook weer gebeurd dat ik helemaal ben ontploft tegen iemand. Nou, ik ontplof nooit. Maar dat diegene zo over mijn grens heen ging, dat ik ook echt heb gezegd, ik wil nooit meer met jou werken. Ja. En toen dacht ik ook, wow, wat zeg ik nou? Ben ik nu in een soort, ik was ook heel emotioneel en eigenlijk vooral heel erg moe en ziek en alles. Ja. Maar dat was zo'n aanvaring van, wow, je stapt nu echt zo hard, je staat te stampen op mijn grenzen. Ja. Want diegene, dat is iemand met wie ik werk, en die wilde gewoon dat ik dingen ging doen die ik echt niet wilde doen. Nee. En het enige dat ik op dat moment, nou, ontploffen voor, ik was nog best wel gewoon redelijk hoor, maar voor mijn gevoel ben ik aan het ontploffen. Ja.
Maar dat zouden we ook wel wat meer mogen doen. Ja. Zeker in deze hectische tijd waarin iedereen maar doordendert. Gewoon beter voelen. Ja. Toch? Beter voelen. Ja. Hé, hey, is dit mijn grens? Of waarom voelt het niet lekker? Diegene heeft iets tegen mij gezegd. Wat is het dan? Ja. En dat je dat ook gewoon teruggeeft. Ja. En dan wel op een volwassen manier. Niet op een zweverige, spirituele manier. Nee. Want die zie je ook vaak. Ja. Ja, wat je net zegt, dat voelt toch niet helemaal goed. Ja, ja oké. Okay, maar jij bent hier om dit of dat te doen, dan moet je het ook oppakken. Ja. Dus dat is wel een verschil. Ja, vind ik ook. Dat mensen het wel... Je kan je ook verschuilen achter je zogenaamde gevoel. En dat doen heel veel... Dat is een spiritueel ego eigenlijk, hè? Ja, ik zeg altijd spirit die doet alsof hij... Of ego die doet alsof hij spirit is. Ja. Ja. Ja, daar heb ik echt... Dat voel je meteen. Ja. Het begint ook met zo'n toontje. Ja. Ja. Op deze manier. Ja. Ja, dat is totaal niet authentiek. Nee, dat klopt. Maar jij bent daar ook meer mee bezig? Ja, ik ben heel erg mee bezig. Aangeven, ook voelen. Ook naar, weet je, ik heb ook mijn trajecten zijn ook zo ingericht dat het heel erg op mijn voorwaarden is, zeg maar. Dus er heel veel vrijheid voor mij is om mensen te geven het beste wat ze kunnen krijgen. Maar hoe doe je dat dan met afspraken plannen, even praktisch? Ja, nou ja, het is eigenlijk bijvoorbeeld, ik heb nu een spirit traject en dat is dus wel online. Maar ik hou dus niet ervan, sorry, als ik zeg maar op een bepaald moment moet komen opdagen en dan iets moet gaan geven. Ik moet het voelen. Oké, ik snap het helemaal, maar hoe doe je dat in het dagelijks leven? Zeg maar, je gaat iemand coachen. Ja, nou ja. Hoe doe je dat? Ik heb twee trajecten. Ik heb een 1-op-1 traject en ik heb dus dat spirit traject. Sorry, ik bedoel heel even nu het 1-op-1 traject. 1-op-1, daar heb ik dan wel van dat we elkaar 1 keer in de maand live zien. Dan komen ze hierheen. Dan tunen we in en dan kijken we waar we naartoe gaan, naar het bos, naar het museum, whatever. En dan gaan we verder. De hele dag? De ochtend en dan gaan we daarna verder hier uitwerken. Wat gezellig! Ja, dat is heel gezellig. Dat is echt wel leuk. Hoeveel van die trajecten doe je per maand? Ik doe er, het zijn trajecten van 4 maanden en ik heb plek voor maximaal 5. Ja, dat is ook wel, ja. Ja. Dus dat is, en ik heb nu drie vrouwen in het traject zitten en eigenlijk vind ik dat wel heel, heel chill, 3. Mm. Dus dat is dan gewoon 1 ochtend in de maand en dat plannen we samen in. Dus het staat ook niet al vast voor die 4 maanden. We kijken gewoon elke keer van, nou ja, welke datum komt ons allebei uit. En dan hebben ze dus per week 60 minuten van hun tijd coaching. Alleen, dus niet op een bepaalde datum. Ze hebben gewoon 60 minuten van tijd. En ze zien maar wanneer ze me bellen. Wanneer zo, ja. Maar wat als ze jou dan bellen op het moment dat jij helemaal in een andere vibe zit? Ja, dat komt er niet uit. Nee, precies. Dan wachten. Maar mijn klanten weten dus ook, die zijn zelf ook zo. Dus die weten dat ook dan. Oké, het is nu niet de tuin. Nee, de grap is natuurlijk, zo werkt het gewoon, dat je altijd elkaar belt als je wel de juiste tuin hebt, toch? En met het online stuk is dus ook heel leuk, want waar ik dus achter kwam, ik vind het dus niet leuk om dan elke week verplicht online te moeten komen, om iets te komen geven. Dus wat ik met deze vrouwen doe, is dat ze komen bij mij, ik doe een reading voor ze, ik kijk wat is het waar we aan mogen werken. En dan elke week stuur ik ze een aantal vragen. Die beantwoorden ze voor mij. En op basis daarvan voel ik dan wat ik ze geef. En dan krijgen ze bijvoorbeeld iets uit een van mijn trainingen. Of een video of whatever. Maar dan tune ik gewoon in. En ik geef ze gewoon wat ik denk dat het beste is. Maar ik heb natuurlijk een arsenaal aan trainingen staan. Ja. Dus dan weet ik, oh ja, die module mag je nu gaan doen. Maar daarom is het zo op maat gemaakt. Wat leuk. Is echt heel leuk. En leuk. Die vrouwen vinden het ook echt fantastisch. Want het is, soms heb ik je ook gewoon een week. Dan voel je je aan. Zij is gewoon overspoeld. Ik moet daar nu niet nog een module gaan geven. Nee. Ik zeg, nou, weet je, ik voel gewoon dat je energie super overprikkeld is. Doe maar even een beetje reset. Dan is dat de opdracht. Ja. Snap je? Ja. Dus daarop ben je heel erg maatwerk leveren. Ja, mooi. Dat is wel heel leuk. En zo'n reading, waar heb je dat leren geven? Omdat je natuurlijk pas 2017 is dit helemaal voor jou open gegaan. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk... Dus gewoon even aan Rose vragen, hey, wat is... Ja, dat kwam eigenlijk ook opeens... ik kreeg eerst kwamen de kaarten op mijn pad. Ja. En toen zei Jen tegen mij van, nou weet je, je moet niet zo in een boekje kijken. Je moet zelf voelen wat je voelt als je een kaart ziet. Nou, interessant. En ik ben ooit wel eens bij zo'n zesde zintuigcursus geweest in zo'n soort gemeenteclubhuis. Oh, zeg maar. Hoe werkt dat dan? Wat ga je dan doen? Ja, dat was een buurman van mij en die zei, ga met me mee. Dat nou, ik mee. En dan kreeg je bijvoorbeeld foto's en dan moest je naar die foto kijken en iets voelen. Oh ja. Maar dat kon ik dus heel goed. Dus ik zag dan die foto en dan zag ik gewoon de persoonlijkheid van die man en dat ging dan vertellen. Dat is leuk, ik ga dit ook doen. Ja. Ik denk dat ik dit namelijk kan. Ja, en toen zei ze tegen mij van, ja, nou, dat klopt echt exact. Dus nou, ik wist wel dat ik dat kon. En nou, toen ging ik met die kaarten aan de slag en toen op een gegeven moment, ik weet niet hoe, maar toen dacht ik, oh weet je, ik ga eens voor mijn klanten gewoon naar de foto kijken en kijken wat ik doorkrijg.
Nou ja, dan kreeg ik gewoon hele interessante en leuke dingen door. En op basis daarvan ben ik de kaarten ermee gaan betrekken. En toen, ja, weet ik niet. Wat leuk. Ja. Want uiteindelijk, dat is ook wat iedereen en alle spirituele leraren die ik tegenkom zeggen. Iedereen kan dit. Tuurlijk. Je moet alleen gaan trainen, ja, en je moet ervoor openstaan. Ja, ja, en iedereen, ja, ontvangt ook op een andere manier. Want klopt, ik hoor het veel, ja, meer. Ik hoor dingen. Het is een soort van gevoel. En dat probeer ik dan te vertalen in woorden. Sommige mensen zien beelden. In, ja, beelden. Misschien ben jij ook visueel ingesteld. Nou nee, daarin toevallig niet. Nee. Ik hoor ook af en toe. Ik zou niet kunnen zeggen dat ik mensen zo helemaal kan readen. Maar ik heb wel een heel gevoel van waar iemand tegenaan loopt. En als, ja, iemand dingen zegt en het is niet in tune met wie die echt is, dan, ja, voel ik het ook. Ja, mooi. En ik hoor af en toe wel dingen. Ik denk, zijn het wel, even denken hoor, zijn het nou woorden of is het weten? Nee, het zijn soms woorden en soms weten. Ja, dus dan hoor ik ineens, deze persoon vertelt iemand iets over een ander. En dan hoor ik ineens, deze persoon is niet vertrouwen. Of deze gaat je blazen of whatever. Dat is dan, ja, even negatief. Maar, ja, dat, ik vind het wel interessant. Ik ben nu wel aan het kijken van hoe ik dit meer kan gaan verwerken. Ja, nou, meer gaan doen, leven. Ja. Ja, ik vind het wel heel leuk. En het voelt als een soort upgrade of zo. Ja. Op een gegeven moment had ik ook van die boodschap van het universum bood het aan op mijn website. En dan kan iemand dus gewoon een ticket kopen. En dan op basis van de naam ging kijken wat ik doorkreeg. Nou, dat echt? Was ook superleuk. Kreeg ik opeens liedjes door. Dan kreeg ik een liedje door. En dacht ik, oh, toen kreeg ik liedjes door. En toen ging ik dan op basis daarvan kaarten leggen. En dan stuurde ik dat als boodschap gewoon een audiootje van 10 minuutjes of zo. En iedereen dacht, dit klopt gewoon zo. En het is echt zo grappig ook voor jezelf om te merken van, ik twijfel daar ook nooit aan. Ik weet wat ik doorkrijg, dat klopt. Alleen of ik het goed kan vertalen, dat is soms wel een tweede. Maar ik, ja, weet altijd dat wat ik zie, dat het klopt. Ja, daarom heb je natuurlijk ook een soort mediumscholen en dingen. Ja. Dat vind ik al fascinerend, ja, dat allemaal bestaat. Ja. Zou jij ook zeggen dat jij een medium bent? Ja, weet ik niet. Ja, ik weet niet. Maar het is wel de persoon van nu. Het is niet dat je overleden mensen, nee, ziet. Nee. En ik denk dat dit veel meer is, hoe ze het ook in het boek uitleggen. Je tunt gewoon in op de energie die er is. Ja. En bij mediumschap denk ik toch wel meer aan inderdaad met overledene mensen communiceren of dat soort dingen. Ja. Ja. Nou, dat is gewoon meer, gewoon nog meer kunnen misschien, dat je het al bij kan. Ja. Ja. Een vriendinje van mij is medium. Maar die heeft daar ook echt haar vak van gemaakt. En voor mij is het meer een tool die ik inzet in mijn business en, ja, in mijn leven. Ja. Maar het is niet hetgeen wat ik doe. Nee, ik snap het. Ik verwerk het in wat ik doe. Fascinerend. Dus, ja, als ik nu tegen jou zeg. Ja. Ik denk nu echt zo, hallo, zullen we het even doen? Of kan dat niet? Ja, nee, we kunnen sowieso. Stap, ga ik nu over je grens, dat, nee, moet je, nee, ook zeggen. Nee, nee, maar het is wel leuk. Zet je wel een beetje voor het blok. Om de kaart erbij te pakken en het boek erbij te pakken en te kijken wat voorbij dat ze doorkomt. Ja. Maar ik moet wel sowieso eerst even plassen, want dat. Oké. Oké. Ik ben zo druk. Moet ik iets uitzetten? Nee hoor, dat tune ik. Dit blijft gewoon aan. Ja, dat blijft gewoon. Oké, okay, nou helemaal prima. Ga ik nog even door het boek bladeren. Sowieso heel leuk, denk ik, voor jezelf om daarmee te gaan oefenen van wat bij jou past. Want ik merk het bijvoorbeeld ook dat als ik dus readingen doe, dat is het allerliefste. Als ik mensen dus niet bij me heb, bijvoorbeeld. En dus ook die afstandsreading, zoals een boodschap van het universum, het liefst heb ik alleen maar een naam of een foto. Dan kan ik het meest zuiver. Ja. En dan wanneer ik met iemand ben, dan word ik vaak. Dat verdoezelt het, ja, zeg maar. Ja, ik snap, ja, dat. Ik snap dus dat is wel interessant ook voor jezelf om daarmee te gaan. Ja, het enige is dan, als ik een foto heb van een onbekende, ja, hoe moet ik dan weten of het goed is? Ja, maar dat is dus grappig. Om daar. Of je moet met vriendinnen of zo van, hé, hey, geef, ja, eens een foto van een kennis. Ja.
die ik niet ken. Ja. Dat je gewoon gaat spelen daarmee. Ja, dat is eigenlijk het beste. Maar het is, het is echt grappig om te zien dat je... Dat hoe verder iemand van je afstaat, hoe makkelijker het is. Ja. Ik denk dat ik dat ook op dit moment ook zo ervaar. Ja. Ja. Dat als ik mensen zeg maar zomaar ontmoet in het leven, dan kan ik ineens heel helder allerlei dingen voelen en horen. En meestal en klopt als ik, maar het is logisch, want als je beter kent, maar dit is dus training, als je beter kent, dan weet je al zoveel. En dan gaat dat ook, dat is natuurlijk weer ego, dat komt er ook allemaal gewoon doorheen. Ja. Plus wat ik heel vaak heb, is dat ik gewoon met mensen gewoon het allereerste contact, dat ik voelde dit is niet oké. Dat ik vanuit mijn ego dacht, oké, ik ga dit toch aan. Want ik denk van, dat is toch wel interessant. Dan zijn dat me iets kan opleveren of whatever. Vanuit die plek. Altijd achteraf denk ik, had ik niet moeten doen. Ja, heb je maar een paar keer nodig in je leven. En dan weet je het gewoon. Ik heb ondanks een heel mooi voorstel, een heel tof idee. En ik had nog niet eens de afspraak met die mensen gehad. Ja. En... maar ik had even iemand, en nog niet eens de mensen maar met wie ik ging werken, maar als een soort assistent had ik aan de lijn. Ja. Ik had hem aan de lijn en ik voelde aan alles. Nee. Ik voelde het zo en de hele manier waarop we met elkaar gingen praten. Ik dacht, holy shit, dit is het zo niet. Ja. Dus ik heb ook gezegd, want ik denk nog met meer mensen, maar jongens, ik voel hem niet. En het was voor het eerst dat ik dus een heel mooi groot iets, wat mooi lijkt, zei puur op intuïtie, nu al, zo vroeg in het traject, ik kan hier niet mee doorgaan. Nee. En het voelde best wel spannend om daar zo voor te gaan staan, hè, als je dan een grens hebt. Grappig genoeg, nu zijn we het een maand later, valt alles op zijn plek en blijkt ze... uiteindelijk klopt mijn gevoel 100% en belazeren ze zelfs mensen. Ja. Maar dat vond ik zo'n mooie, zo'n strakke, duidelijke ingeving. Daar moet je echt naar luisteren. Ja. Ja. Dat de training is... Dat is ook denk ik echt waarom ik die kaarten ben gaan maken en een boek. Van, om mensen gewoon te helpen die stem te versterken. Ja. Want dat is eigenlijk waar de kaarten je bij helpen. Om daar een stem van. Ja. Alleen mensen maken daar vaak zoiets iets groots van. Weet je, die gaan overal dingen achterzoeken. Maar het is gewoon een kwestie van naar jezelf leren luisteren. Die intuïtiestem leren herkennen. Ja. En die kaart viel eruit. Dat is wel grappig, want het was er wel heel erg bij. Het is volledig aan jou. We hebben je alle signs laten zien. Het is nu aan jou om ze op te volgen. Ja. Ik ben wel benieuwd dat jij er bij voelt. Maar ik voel er wel iets bij waar ik zo wat over kan zeggen. Maar ik ben benieuwd dat jij erbij voelt. Ja, ik voel alle tekens, alle signs zijn gewoon ga ervoor big time. Mm. En ik zie alle beelden en ik weet waar het heen gaat. Maar ik merk dat ik af en toe mezelf nog kan tegenhouden en kan terugfluiten. Van, en dat is niet de angst, want ik voel geen angst, want ik weet dat het zo gaat zijn. Mm. Maar het is wel soms dat ik bang ben van, jeetje, het is zoveel. Is het niet gaat het mij niet overweldigen? Want ik ben wel snel iemand die overweldigd kan zijn. Ja. Ja. Dat is gewoon mijn gevoeligheid. Ja. En op dit moment ben ik gewoon nog niet de fitste, energiekste versie van mezelf. Ja. Dus snel zijn dingen te veel. En dan denk ik, ja, ik zie het jongens. Ik ben er mee bezig, maar rustig aan. Dus ik ben eigenlijk altijd net iets trager dan waarin het universum mij wil bewegen, denk ik. Ja, en wat ik er heel sterk bij voelde is van echt altijd het stukje waar we het net over hadden, dat stukje grenzen aangeven. Dus dat ze ook hebben laten zien dat jij echt volledig op jezelf kan vertrouwen. Ja. En dat zoiets moedigs wat je dan vorige week hebt gedaan door dan echt nee tegen zulke dingen te zeggen. Je daar nog veel meer mee mag gaan oplossen. Ja, elke keer als je voelt, oh ja, maar dit voelt echt niet goed. Ja. Gewoon nee, maar ook in je huidige business gewoon de status quo een beetje uittesten, weet je wel. En daar kijken, oh, hoe kan ik dit nog meer vanuit wie ik ben gaan doen? Ja, maar dat is dus ook waarom ik vorige week dan die woedeaanval had. Of ja, woedeaanval had, als je maar wil praten, viel het wel mee. Maar dat was zo erg weer iemand die op mijn grens gaat staan. Ja. Weet je, dus dat is gewoon nu aan de hand. Ja. Dus leuk dat dat eruit komt. Of dat wij het zo interpreteren, want dat staat helemaal in de kaart. En dat is ook grappig, want er staat hier, er komt er nog eentje uit. Het is makkelijk om een ander te veroordelen. Het is makkelijk om jezelf verheven te voelen boven de ander. Maar uiteindelijk zijn we allemaal één. Ja, ja. Ik voel me niet verheven hoor. Nee, maar wat grappig is, ik vind deze altijd die voor mezelf altijd, denk ik, oh, voel ik altijd van reality check. Van, oh, wat doe ik in mijn energie? Want wanneer we dus heel erg boos worden, ook op anderen, is er altijd iets van ongelijkenis in een relatie of zo. Dus het is altijd grappig om te kijken. Ik heb een episode ooit opgenomen. Het heet volgens mij de Fuck It episode of zoiets. Ik weet niet hoe die heet. Is een oefening uit de Course in Miracles, of uit de Quest Course in Miracles. Waarbij je dan iemand die je heel erg veroordeelt, ga je dan bedenken, oké,
heb ik ooit hetzelfde gedaan wat die persoon mij nu aandoet? En dan de eerste reactie van mensen is vaak van, nee, ze had het nooit doen. Maar als je er dan over na gaat denken, heb je altijd al een voorbeeld dat je dat ook bij iemand hebt gedaan. Oké. Okay. En dan de tweede stap is dat je het nog een keer gaat vragen. En dan de derde stap is dat je gaat kijken, waar stond ik toen, wat was er toen met mij aan de hand, waardoor ik dat deed. En dan 9 van de 10 keer kom je erop uit dat je dan eigenlijk zelf heel erg onzeker was. Nou, het is een hele grappige opdracht. Ja, dus het verhevene bedoel jij dan in dit geval het oordelende, wat natuurlijk hetzelfde is. Ja. Omdat is, als opdracht, oké, dan ga ik het meenemen. Ja, ik zal eens kijken of ik kan... Ik kan niet echt iemand bedenken die ik heel erg veroordeel. Ik vind soms, weet je, ik heb altijd, in elke fase van mijn leven komt er altijd weer iemand op mijn pad die me triggert. Die me op een of andere manier triggert, die ik heel irritant vind of waar ik echt wat van vind. Ik zal het vast hebben, maar het schiet me nu even niet in. Ja, en dat is dan is het echt leuk om te gaan voelen van, oké, wat maakt nou dat jij mij zo triggert? Wat zit daar dan in? Ja. En dan heel erg kijken van, heb ik ooit gedaan dat jij... Nou, zo grappig. Het enige waar mensen mij triggeren is dat als ze heel snel gaan en heel snel stappen zetten. Wat triggert dat in mij? Omdat ik zelf niet snel stappen zet. Ja. Omdat ik mezelf terughoud. Ja. Hoewel ik de laatste tijd wel heel erg stappen daarin zet hoor. Dat ik wel steeds sneller ga. Ja. Maar dat is inderdaad wel een voorbeeld van, als ik iemand mij kan triggeren. Het is niet met iedereen, maar sommige mensen denken echt, is hij nu al hier? Ja. Holy fuck, zit ik daar even zo lang over te doen? Ja. Maar dat is gewoon puur ook weer wat mijn eigen projectie. Ja. Ik heb het heel erg met mensen die fysiek heel erg klagen. Zeg maar heel erg klagen over hun fysieke aandoeningen. Daar kan ik ook altijd heel erg geïrriteerd van raken. Ja. Tuurlijk. Maar dat is ook gewoon irritant. Ja, je kan toch lopen, je kan praten überhaupt. Ja. Hallo. Ja. Dus dat is altijd wel interessant. Maar wat zegt het dan over jou? Dat jij dat zo irritant vindt? Daarmee plaats ik mezelf, en ik denk dat deze kaart daar dus een beetje over gaat, plaats ik mezelf eigenlijk boven de ander. Want eigenlijk zeg ik, maar ik ben beter dan jij, want ik doe dat niet. Ja. Snap je? Mm-hmm. Ik ben meer spiritueel, ik ben verheven boven jou, want... Ik ga niet lopen klagen over wat ik doe, maar dat doe jij wel. Ja. Op het moment dat we veroordelen, plaatsen we onszelf eigenlijk per definitie boven een ander. Ja. En daarin oefenen en echt zeg maar de eenheid van alles zien, is wel heel interessant. En een uitdaging. En soms ook niet altijd mogelijk, maar wel heel leuk om daarmee bezig te zijn. Ja. Als je nou een soort van mega concreet tip of stappenplannetje zou moeten geven van, je hebt, stel je voor, iemand heeft een zo'n klagende, zeurende collega, die alleen maar een azijnpisser. Hoe zou je daar zelf mee omgaan? Ik heb het wel eens, ik heb letterlijk een klant gehad die dat voorbeeld aan mij vroeg. En toen heb ik gezegd, vind één ding aan die persoon waar je gewoon in ieder geval neutraal over bent. Nee, dat gaat niet. Deze persoon is echt verschrikkelijk. Als ik die zie aankomen, word ik al helemaal gek. Dan vind één ding. Kijk naar diegene's sokken. En zeg gewoon, weet je. Ze heeft in ieder geval mooie sokken aan. Ja. Of daar, ik hoef ze niet eens mooi te vinden, maar ze zijn neutraal. Ik vind die in ieder geval niet vreselijk. Ja. Dus vind één focuspunt in die persoon. Of de pen waar die persoon mee schrijft. Vind één focuspunt waar je op kan richten. En dan blijf je daar de hele dag op richten? En dan focus je. En daardoor shift je eigenlijk je energie. Want doordat je dus steeds maar gefocust bent op hoe verschrikkelijk je die persoon vindt, krijg je steeds ook een bewijs aangeleverd dat diegene ook echt verschrikkelijk is. Ja. Want dat wat je vraagt, daar krijg je het antwoord op. Ja. Dus op het moment dat jij heet het uitzendt aan het universum, deze persoon is verschrikkelijk. Ja, tuurlijk, deze persoon is verschrikkelijk. Kijk maar. Dus je wil eigenlijk, de enige die eronder lijkt ben jezelf. Klopt. Dus je gaat je aandacht verleggen naar iets wat neutraal is, zodat je ander soort gedachten, ander soort bewijs kunt gaan ontvangen. Ja, dat vind ik wel een leuke. Ja, is echt, want als je iemand echt haat of heel irritant vindt, dan kan je echt niet denken van, ik vind jou een aardig persoon. Nee. Dat lukt gewoon niet. Ga je niet geloven. Dat lukt alleen maar weer. Nee, dat geloof ik ook echt niet hoor, dat het kan. Nee. Plus, als je echt iets hebt met iemand, zeg ik ook altijd, voel wel even eerst die woede en boosheid. Want door het weg te drukken, blijft het steeds sluimerend aanwezig. Ja. En Abraham heeft daar een heel leuk voorbeeld van, want Esther en Abraham, die zouden eigenlijk in de Secret komen, maar daar zijn zij zij waren eigenlijk de oorspronkelijke versie van The Secret. Oh. En zij zijn daaruit gehaald. Oh, dat wist ik niet. Omdat men dacht dat de wereld daar nog niet klaar voor was. Dus zij hebben Rhonda, die de serie heeft gemaakt, hebben haar daaruit gehaald. Oh.
En dat heeft Esther heel erg getriggerd. En die was echt woos. En heeft ze een hele leuke episode van, zei ze. Toen ben ik gewoon eerst haar ogen gaan uitkrabbelen op een foto. En toen weer iets anders gaan doen. En daardoor werd ze steeds milder. Maar ze moest wel eerst... Ja, dat is logisch. Dat geldt voor alles. Echt die boosheid voelen. Ja. Want heel veel mensen denken met spiritualiteit van... Oh, het moet altijd verlichter mee omgaan. Ja, maar dat kan gewoon niet. We zijn gewoon mensen. Nee. Ja. Dus je moet het toestaan, die emoties. Ja. Ja. Ja, waarmee je leren omgaan. Ja. 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 Ik ben wel benieuwd waar jij het boek over slaat, misschien tot slot. Kijken waar het, want het idee van het boek is dat het... Hey Rose, ben je daar? Help mij eens even. Of misschien is mijn eigen Harry ook wel aanwezig. Ja. Nee, absoluut niet. Ik verzin het maar. Het boek. Nou ja, wat moet ik dan voorlezen? De quote hier is, jullie hebben het gevoel van zijn dikwijls uit het oog verloren. Staat hier even. En is er iets wat er in het oog schiet bij je? Even kijken. Ik voel dat ik ben en ik vind het leuk om vanuit mijn fysieke stuk bij te leren. Het geeft me echt een gevoel van excitement, zegt Sophie. Dan zegt Rose, daar zijn we blij om. En dit stukje, lieve Sophie, heeft ook heel sterk te maken met het stukje eigenwaarde. En dat maakt het hervinden van zijn voor jullie fysieke vrienden en voor jouw fysieke zijn soms tot een ingewikkeld en vaak ook een pijnlijk proces. Zo, hallo, wat een woorden zeg. En soms denk ik ook van, het is echt een tekst die je zo op moet laten inwerken. Nou zeker, maar dat is wel een beetje met dat hele boek zo. Ja. Ja. Dat het echt wel nadenkertjes zijn allemaal. Het is allemaal, het is veel meer. Maar dat komt omdat het natuurlijk niet vanuit een mens is geschreven. Eigenlijk. Ja. Maar ik vind het wel grappig dat dit stukje eruit valt. Want dit gaat weer over het stukje eigenwaarde. En wat ik heel erg voel is dat die boodschap, de kernboodschap van de kaarten en het boek, echt is nog krachtiger geloven in wie je bent. En daar echt voor gaan staan. Maar dat klopt ook hoor. Ja. 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 En dus die zijnsfrequentie, die helemaal omarmen. Ja. En dus, en misschien is dat, ik weet niet of dat lastiger is vanuit een positie zoals jij, maar ik bij mijn vriendin Vive merk dat bijvoorbeeld wel, en zij is natuurlijk gewoon echt wel bekend ook, dat zij daar voelt, dat vindt zij lastiger. Ja. Omdat er zoveel mensen zijn die er iets van vinden. Ja. En, maar ik denk ook dat ik deze serie heel erg doe, juist met dat soort vrouwen, omdat op het moment dat jullie dat kunnen gaan uitstralen, dan kan de wereld daarin meegaan. En daarom hebben we wel echt voorbeelden nodig van vrouwen die durven te laten zien van, hé, ik omarm echt volledig wie ik ben en ik durf echt buiten de bepaalde kaders te gaan. Ja, ik zit wel heel erg in dit proces, dus het klopt wel heel erg. Ja, ik vind dan ook fascinerend dat ik meteen de vraag omhoog komt van, maar wat is dat dan wat me dan nog niet helemaal laat gaan? En dat is toch gewoon echt mijn verleden. Mm. Dat zijn gewoon al die 3 miljoen afwijzingen om wie ik ben. Je bent niet goed genoeg. Dat is gewoon mijn verleden. Ja. Waar ik wel echt van ben geheeld hoor. Maar dat is toch nog wel, dat zit nog steeds in mij. En dat is denk ik ook wel het grootste wat ik te delen en te geven heb. Want ik ben daar, weet je, ik heb daar gestaan. En ik weet hoe het is om totaal niet meer jezelf te zijn. En helemaal jezelf kwijt te raken. En ik heb gewoon heel veel oordeel gehad, maar echt ontvangen. Dus niet heel vaak zijn we bang voor het oordeel van anderen. Maar ik heb het ook echt letterlijk gekregen. En echt honderden keren. Ja. Met e-mail, face-to-face. Gewoon, je bent niet goed genoeg, want... En altijd weer een andere reden. Mm. En daar helemaal van loskomen, dat ik voel wel dat ik daar niet meer zit. Maar toch, dat die... Ja, ik denk dat daar het zit. Ja. En ook precies wat Pies dan ook zegt van, ja, als ik nu iets nieuws doe of zo, voelt het wel. Bijvoorbeeld, ik ga een podcast doen met mijn man. Ja. Ik ga niet zomaar even ergens beginnen. Ja. Die fase zijn we dan voorbij. Ja. Tuurlijk mag je experimenteren, daar zijn we heel erg van. Tuurlijk mag je op je bek gaan. Ja. Maar het moet wel gewoon goed doordacht zijn. En ik wil niet één podcast eruit gooien en dan een jaar later de tweede. Ja. Snap je? Dat is wel toch het verschil met als je al zoveel mensen hebt die je kennen. Ja. En dat is prima. Ja, zeker. Ik denk ook dat je uiteindelijk altijd moet doen waar jij het prettigst bij voelt. Als je maar voelt vanuit welk doe ik het omdat het mezelf een prettiger gevoel geeft. Of doe ik dit voor de buitenwereld. Ja. Ja, ik denk gewoon nu dat tempo. Het heeft gewoon heel erg te maken met dat tempo. Want ik zie ook allemaal dingen de hele tijd op podiums en podia. En met events en nog veel grotere dingen. En dan zie ik me eigenlijk wel toch op, ik noem het dan even op een podium. Ja.
Ik heb heel vaak niet dat beeld willen zijn. Oh ja. Want dat voelt een beetje als de goeroe. En ik kan me daar niet heel erg mee identificeren. Ja. Ik vind het dan lekkerder om gewoon tussen de mensen te blijven staan. Ja. Maar ik snap ook dat als je echt mensen wil inspireren en een verhaal wil vertellen, dan ben je niet hetzelfde. Want anders heb je niks, zeg maar, dan heb je wel wat te vertellen. Maar als je ze echt tot wil laten bewegen, dan moet je ook gewoon het podium pakken om het te vertellen. Ja, en jouw verhaal, want ik weet eigenlijk niet waar jouw verhaal is, hoe jij hier bent gekomen. Maar dat verhaal is uiteindelijk wel wat mensen heel erg inspireert. Dat is ook wat mensen in mijn verhaal vaak inspireert, van hoe dat gegaan is. Ja. Dat willen mensen... Dat is wat inspirerend. En dat is wat mij uniek maakt in jou. Dat maakt en zo zijn we allemaal uniek. Ja. Ja, mooi is dat. Ja. Nou, dankjewel. Ja, jij bedankt. Ik vond het heel cool. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ja. Ik heb je stiekem toch een beetje kunnen interviewen. Want ik had allemaal vragen. Ik zat in de auto hier naartoe. Ik dacht, ik wil eigenlijk dat ook echt weten. Dat. Ja, je wil het ook graag weten. Jouw kijker of jouw luisteraars hebben vast niet alles van jou gehoord. Dus. Nee, en sowieso is in elk gesprek brengt weer een andere dynamiek met zich mee. Dus. De vraag kan 100 keer gesteld worden, maar door iemand anders krijg je toch weer een ander antwoord. Klopt, want nu ga ik met jou een serie opnemen en die vragen stel ik aan allemaal mensen. Ja. En toch zijn het hele verschillende video's. Ja. Dat is echt een kijkje in het hoofd van Sophie in dit geval. Ja. Ja. Ja, ik wist helemaal niet wat het was, dus ik heb het gisteren maar voor het eerst opgezocht. Oh ja? Oké. Okay. Ja, speciaal voor jou heb ik wat andere vragen. Okay, gelukkig. Dankjewel.